Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat de bewolking vanuit het zuiden behoorlijk is toegenomen. En inmiddels trekken er ook buien over het land, in eerste instantie over het midden en zuiden, maar geleidelijk ook over het noorden. Bij die buien is kans op een klap onweer. Halverwege de avond is het een graad of 20 en komende nacht koelt het af naar zo'n 18 of 17 graden. Daarbij is het zwaar tot geheel bewolkt. De wind draait naar het zuiden tot zuidwesten en neemt vooral aan de kust toe naar vrij krachtig of krachtig windacht 5 of 6. Die stevige Zuidwestenwind hebben we ook morgen overdag mee te maken. Verder in eerste instantie nog een aantal buien, maar die trekken geleidelijk naar het oosten weg. En dan breekt de zon flink door, tot 21 tot 23 graden. Op zondag trekken flinke regenbuien over het land, vooral in de ochtend en ook s'avonds kan het flink regenen. Tussendoor hebben we soms wat zon, tot 21 tot 24 graden. Maandag en dinsdag kans op een aantal buien, ook wolken en wat zon. Middagtemperatuur zo rond de 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.